Ditmaal een lege Johan Cruijff Arena. Het decor voor de 8e wedstrijd van Ajax in deze voorbereiding. De 7 voorgaande allemaal met winst afgesloten. Nu staat het tegen Union Berlin. Vorig jaar Bundesliga, dit jaar een niveautje lager. Ajax met Traoré en Kudus. Kudus die het dag hiervoor tegen Eintracht Frankfurt nog scoorde. En ook met Magallan en Neres. Zijn eerste basisplaats sinds Chelsea-Ajax vorig jaar. Hier zijn de Duitsers met de eerste grote kans. De paal wordt geraakt door Prümmel. Goeie kopbal buiten bereik van Stekelenburg. Maar Ajax komt met de schrik vrij. Eerste helft halverwege. En daar lijkt Berlin op voorsprong te komen. Maar het is buitenspel. Knoche met een goede kopbal. Maar zijn goal wordt afgekeurd. Knoche inderdaad. Achter de laatste linie van Ajax. Het blijft 0-0. Maar de Duitsers met het overwicht. In het begin van deze wedstrijd. Weer een gevaarlijke kopbal. Hier is Andersson dichtbij. Fysiek sterk, Union Berlin. En een mooie voorzet op Andersson. Zo treffen de Duitsers dus nog geen goal. Neres. Lang. Kudus mooi meegegeven. Lang legt hem klaar voor Eiting. En zo komt Ajax op voorsprong. Het is de eerste grote kans voor de thuisploeg. Maar het is een prachtige teamgoal via Kudus, Lang en aanvoerder Karel Eiting. Ajax dus wederom op voorsprong in deze voorbereiding. En dat dankt het hier aan Maarten Stekelenburg. Die al heel wat beproefd wordt door de Duitsers. En hij houdt hier Bulter van scoren af. Daar is weer Stekelenburg met een goede ingreep. Dit keer op de inzet van Knoche. Wederom zo'n goede voorzet. Goede kopbal ook. Maar Stekelenburg tot nu toe niet te passeren. Ajax met een voorsprong uit de rust. Stekelenburg. Jurriën Timber. Ver de hoek in. Union Berlin neemt over. Voorzet nu van de linkerkant. Een goede voorzet. En de gelijkmaker. Via Ingvardsson. Derde minuut na rust. En Union Berlin komt weer langzij. De ruimte voor de voorzet is er. Dan komt Ingvardsson voor zijn man. Rens te laat. En Maarten Stekelenburg in de korte hoek verslagen. Weer een gevaarlijke voorzet. En weer raak. Bulter schiet keihard binnen. Als die bal daar via Magallan voor zijn voeten valt. En zo draaien de Duitsers het snel om. Binnen 10 minuten de 1-0 achterstand. Omgebogen in een 2-1 voorsprong. En het is vrij fraai ingeschoten door Bulter. Reiziger heeft de leiding over dit team vandaag. Erik ten Hag kijkt vanaf de tribune toe. Hoe weer heel veel spelers veel minuten maken met deze Traoré. Traoré goed doorgegaan. Hij bereikt Noah Lang, maar die krijgt er niet op goal. Veel ruimte nu voor de bezoekers uit de Duitse hoofdstad. En dit is een rolletje voorlangs. Bereid zijn!
Quinten Timber. De Waal goed doorgekopt naar Noah Lang met heel veel ruimte. Heeft Ekkelenkamp bij zich en ook Oervar. En moet hem dan afleggen, wil hem ook afleggen op Jurgen Ekkelenkamp. Maar daar zit nog een Duits been tussen. Weer zo'n lange bal erin gebracht. Levert weer een goede kans op. Een waanzinnige redding van Maarten Stekelenburg. Uitstekende reflex van de ervaren doelman. Terug in Amsterdam dit seizoen. En een geweldige redding. Quinten Timber krijgt hem mee van Jurrien Timber. Dan naar Noah Lang, ligt op snelheid. Dit is goed gevoetbald, Ekkelenkamp en 2-2. Opnieuw een mooie combinatiegoal. Met een hoofdrol voor Quinten Timber. Deze aanname is goed, dan loopt hij door. Krijgt hij hem op maat mee van Noah Lang. En is Jurgen Ekkelenkamp het eindstation. Prachtige voetbal. En zo is het weer gelijk. 7 keer winst dus tot nu toe. Kan Ajax er ook nog een 8e van maken. Weer Ingvardsson. De maker van de 1-1. Een behoorlijke kans. Hij schiet wild over. Ook de Duitsers nog wel op jacht naar een overwinning. Hier treedt Dest goed op. Inmiddels linksback geworden. Schiet hij wel goed over de eigen goal. Jurrien Timber. Jurrien zet Ajax opnieuw vast. Neemt hier over. En dan een schot van heel ver. Echt gevaarlijk van aanvoerder Prümmel. Na vandaag begint de interlandbreek voor de ploeg van Erik ten Hag. En dus zijn dit vooralsnog de laatste minuten voor seizoen voor zijn team. Mendes zit er goed tussen en dus Eiting nog een keer. Maar geen lastige prooi voor de Duitse doelman. En zo eindigt Ajax Union Berlin in 2-2. Voor het eerst dus geen overwinning deze voorbereiding. En met deze 2-2 eindstand gaat Ajax de interlandbreek in.